Ja, wat zeg het nou? Wat is er aan de hand? De dienstplicht is ingesteld. Nee, dat gaan we niet laten gebeuren. Iedereen zien. Ja! Ik heb hem! Gerard! Gerard, schat! Gerard! Een dingetje, hier een sleutellijn. Oh, kijk eens, daar is mijn appel die ik gisteren niet op heb gegeten. Oh, de camera staat aan. Hé, hey, kijk eens. Oh, wat leuk dat jullie er zo goed... Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en wat leuk dat jullie er zijn. Vandaag heb ik toch zo wat bijzonders weer gedaan, kijkers. Oh, en ik ga dat gelijk aan jullie laten zien. De planning is namelijk dat ik die oude auto pak die ik hier heb gestaan. De oud, die heb ik met mijn vader gemonteerd. Ah, oh, en de planning is dat ik die vandaag ga pakken. En dat gaat toch zo leuk worden. Wat? Nou, wat? Wat gebeurt? Snel mijn garage veilig stellen, mijn garage veilig stellen. Oh, in mijn auto, noodsysteem. Stop. Wat is dit? Stop. Ga van me af. Hallo? Wat is dit? Ik ben onschuldig. Rustig. Een hele goede middag. Wie ben jij? Wat doe je hier? Waarom ging het alarm af? Saluut. Saluut. Deed dat niet pijn tegen je hoofd aan, meneer? Ja, hij zegt van wel. Oh god, niet weer zo eentje. Goed, hij zei laat ik mezelf even voorstellen. Oh nee. Mijn naam is Kerry. Kip Kerry? Nee, gewoon Kerry. Kerry. Oké. Okay. En we zijn hier om je op te halen. Op te halen, dus ik wil graag dat jij... Ik? Geen smoesjes. Nee, geen smoesjes. Geen smoesjes. Daar nee, hou ik niet van. Wat moet ik? Wat moet ik? Komt er een aanval? Moet ik... Geen aanval. Geen aanval. En jij? Wij samen? Ja? Nee, eigenlijk alleen jij. Ja, wat zeg het nou? Wat is er aan de hand? De dienstplicht is ingesteld. De dienstplicht? Ja. En, maar is dat alleen niet voor de jongeren? Ons, je bent jong, toch? Ik ben oud genoeg. Ja, om in dienstplicht te gaan. Oh, nee, maar ik wil helemaal niet in dienstplicht. Ja, nou, weet je wat het is? Het is verplicht. Nou, de dienstplicht. De dienst is verplicht. Ja. Oh, wat is dit voor auto? Hallo, ik sta hier. Sorry. Ja. Ja. Geen smoesjes, hè? Nee, ik heb een smoesje. Nee, geen smoesjes. Oh, maar ik heb een smoesje. Nee, die komt straks wel. Ja, maar ik heb een smoesje. Ik ga jou uitleggen wat je moet doen. Ik zei dat ik een smoesje heb! Nee, we gaan naar de leger. Je gaat niet... Waarom neemt hij mijn spullen? Hé, hij neemt mijn spullen mee. Wij pakken alvast de spullen voor je in. Wat? Hoezo? Maar ik toch, nog veter. Veter? Ja, nee, dat is goed. Kerry en veter. Ja, mijn naam is Kerry, dit is veter, mijn collega. Oh, dat neem je. Hij neemt mijn spullen mee, nee. Ja. Ik ga je uitleggen wat we moeten doen. Nou. We gaan naar de legerbasis, we gaan oefenen, we gaan je klaarstomen. Met alle duizenden andere mensen die zijn geselecteerd. Nee, die staan er niet. Waarom wijs je dan daarheen? Ik wist niet jou. Want we moeten ons voorbereiden op het ergste. Er is een heel legioen en schorpioenen onderweg. Schorpioenen? Ja, nou, en tornado's en walvissen. Mag ik dat spelletje pakken? Mag ik dat spelletje pakken? Nou, ik geef je 10 seconden. Ik heb ze. Oké. Heb je ze? Ik heb ze! Ik moet naar de wc, waar is dat? Dat is, volg me maar even. Dat is in deze kamer hier. Hier? Ja. Oké. Okay. Oh! Kerry? Ja? Gaat het? Ja, gaat wel. Moet ik buiten wachten? Ja, doe maar. Pak je spullen. 5 seconden. 5 seconden, ja. Au! Mag ik er langs, Veter? Veter, ik was eerst. Veter, nou. Sorry, Veter! Veter, het spijt me! Nee, alsjeblieft niet doen! Wat zijn we hier aan het doen? Niks. Spullen pakken, nu! Ja, ik had mijn spullen. Waar dan? Ik zie je helemaal niks in je hand hebben. Ik heb mijn doos laten vallen. Zo, ik ben klaar. Achterin leggen. Oh, achterin leggen, daar gaan we. Zo, en dan, hoppakee, en dan? Instappen, maar is er wel genoeg plek voor het aantal mensen dat we zijn? Vast wel. Ik ga wel zitten. Mag ik naast je zitten? Ah, wat een cool voertuig dit eigenlijk! Wow! Ja. Mag Peter dan zitten? Veter bedoel ik. Veter? Ja. Nee, jij moet even het voertuig van Henkie meenemen.
Ja. Hij zegt niks. Wel, zo, als je door je eigen ogen heen kijkt, zie je dat we heel veel hebben. Ik zie niks. Alsin, hoe kan jij zien waar je stuurt? Nou, ik heb hier mijn stuur. Ja? Ja. 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 En wat heb je hier rechts dan? Oh. Wat prachtig allemaal. Wat mooi. Goed, we gaan rijden. Oké, oh god. Zijn er bijna, we zijn er bijna. Voorzichtig! Hoppa! Oh, gaat niet. Wat deed je nou? Oh, waarom kan je hier gewoon normaal rijden, Kerry? Au! Ah, Kerry, ik word misselijk. Ja, ik ook wel eens. Zijn we erbij? Pas op die man! Hoppa! Oh. We zijn voor alle van gemakken voorzien. Oh. Moment. Oh, sorry. Nee, maakt niet uit. Kijk je. Even kijken. Waar moeten we heen? We zijn er volgens mij bij. Heb je er zin in? Ja, ik heb er oprecht wel zin in. Nou, eindelijk weer een keer terug. Voorzichtig. Oh, daar is het. De lege basis. Oh, daar ben ik al zo lang niet meer geweest, hè. Wacht even. Wat is er? Wat is er? Even wat druiven voor thuis meenemen. Oh, oké, prima. Oh, wat een prachtig voertuig dit eigenlijk. En kijk eens. Gaat hij nou serieus? Hij gaat... Hey, Veter! Veter, hier komen. Veter, hallo. Hey. Hey, jij hier. Ja. Oh, wat een prachtig voertuig. Kijk eens dit. Het ziet er zo mooi uit. Maar voordat we verder gaan met deze video, ga ik één van jullie vragen om allemaal te abonneren. Kenny, wat doe ik als ze abonneren? Wat? Wat gebeurt er als ze abonneren? Dan zwaaien wij. Nee, wat doen... Hoi. Nee, iets anders. Nee, iets anders. Wat was de vraag? Wat doen ze als ze abonneren? Of wat doe ik als ze abonneren? Dan druk je ze op de abonneerknop. Ja, okay. En dan salut! Oh, nee. Weet je wat? Kijkers reageren dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw prachtige reactie een hartje. Hoe leuk is dat? Kijken of we 200 reacties kunnen krijgen. Allemaal... Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we moeten gaan! Doe nou voorzichtig! Waarom doe je dat? Die paal! Oh, ik weet nog niet dat ik toen de tijd nog geïnstalleerd zie. Dat is niet waar, dit is mijn lege basis. Ja, ik heb hier Jezus! Sorry, ik wil het toeteren. Pardon, ik wacht wel even. Mag ik door? Papieren. Van Beren? Van Beren? Dat zijn we niet. We zijn Kerry en Henkie. Papier. Yeah. Oh, papier. Oh, zeg papier. Dat dan. Heb jij papier? Nee, dat ligt onder jouw stoel. Oh, je ligt inderdaad een A4'tje. Waarom wilt hij een A4'tje? Hij wil papier. We hebben papier hoor. Papier. Ja, hier is een papiertje. Andere kant. Nee, ik geef hem door aan jou. Nee, nu heeft hij hem. Andere kant. Ik geef hem wel weer. Nee, jij. Hier. Ik doe hem door de ventilatie naar buiten. Doorrijden. Ja, nou, dat hebben we goed afgehandeld. Waar gaan we nou eigenlijk heen? Naar de zaal. Oh, en daar krijg ik uitleg of zo? Waar was dat? Welke zaal bedoel je? De zaal. Oh, dat is die hier rechts natuurlijk. Deze bedoel je? Nee. We zijn er. Uitstappen. Zijn we er? Oh, jemig. Ik weet nog dat... Dag, collega. Oud-collega's. Wat leuk jullie weer eens te zien. Hoe is het met jullie? Hey, Spunk. It's me. Oh, hij is aan het bellen. Ik ben klaar voor de... Wat gaan we doen, Kerry? Kom maar mee. Ik ben zo benieuwd. Oh. Hier heb ik toen nog gewerkt. Door. Ik mag door? Echt wel. Oh, ja. Ik ga door. Oké. Top. Ja. Doe maar. Waar? Wacht. Kom eens terug, Kerry. Wie van jullie is Kerry? Wat is dit? Ik ben Kerry. Hallo? Ja, wie? Welke van de twee? Ja, ik... Kerry is weg. Oh, dat was een spiegel, sukkel. Kom mee. En nu is die weg. Ik snap het niet. Goed. Oh, hier ben ik toen ook nog geweest. Wat leuk. Dus, goed. Goed, ga zitten. Ja, ik zit. Hoeveel vingers steek ik op? Nul. Ja. Kun je wel wat zien door die stoel? Zo, zit beter? Ja. Hey, echt schoonmaken. Dat is, hoe heet je ook alweer? Hij is niet zo spraakzaam. Zit hem. Ik zit. Goed zo. Oké, aanwezigen. Ja. Hoi. Huh? Hoor jij ook iemand? Ik hoor iemand, maar ik zie niemand. Ik ook niet. Aanwezige. Ja, aanwezige. Karel Hendricks. Afwezig. Ja, Karel Hendricks. Hey, Karel. Ga zitten. Kom in. Heel goed. Huh? Karel. Goed. Dag, Karel. We gaan door naar de volgende. Tim Woestijn. Tim Woestijn. Afwezig. Henkie Jotten de derde. Ja! Zit er. Oh, present. Present. Aanwezig. Smint Smintjes. Smint Smintjes. Afwezig. Karel Hendricks. U mag de klas vertrekken. Wat? Karel, waarom doe je dat? Vertrekken. Wil je nooit meer zien. Je mag de klas vertrekken. Ja.
Wanneer weet ik nog waar hij mee eet je? De rest komt zo als goed is. Oh. En de laatste, Lodewijk Vlaggenbijl. Lodewijk Vlaggenbijl. Lodewijk Vlaggenbijl? Oké. Okay. Die deur, die dat is tochthok, zeg. Die gaat helemaal open. Oh, nou goed, oké, dat was de presentielijst. Ben ik nou de enige aanwezig? Tot nu toe wel. Ja, ik maar denk, als het goed is... Wat? Wie is dat? Hé, dat is Jacques Laris! Wat doet Jacques hier? Jacques! Sinds wanneer heb jij dienstplicht, Jacques? Jacques Laris, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, we gaan over het orde van de dag. Oh, ja, kijk mee. Oh. Jacques, was jij niet dood? Ik weet het nog, met de jetpack. Die had ik voor je gemonteerd. Ik ken jou. Ja. Kennen jullie elkaar? Ja, ik had een jetpack voor hem gemonteerd. Maar toen ging hij dood. Die jetpack ontplofte. Ik heb hem gemonteerd. Jij hebt mij geruïneerd, mijn bedrijf. Nee, hoezo je bedrijf? Mijn bedrijf, Charles Klagers. Wat is ermee gebeurd? Van Charles Klagers technieken. Ja, wat is ermee gebeurd? Alles is kapot. Alles. Ik ben heel boos hier. Want dat bord en die stoel, en deze man en deze deur en dit stopcontact. Ik ben echt heel boos. Alles heb ik niet meer. Ik heb helemaal niks meer. Daarom ben ik... Ik wil dat je stil bent! Kom, power nou! En achter in de klas gaan zitten! Staat hij überhaupt wel op de lijst? Ja, wat nou, hè? Ja, kun je me zo aankijken? Ja, jij mij ook! Jij ook. Jij kunt me ook zo aankijken, hè? Clown. Wat deed je? Sjaak, ga nou achter in de klas zitten. Kerry, ga voor de klas staan. Staat Sjaak überhaupt wel op de presentlijst? Ja, helemaal niet. Nee, klopt. Maakt niet uit. Nu wel. We gaan door. Oké, we gaan door. Orde van de dag. Wat gaan we doen? We gaan het trainingsprogramma volgen. Ja? Ja? Ja. Om jullie klaar te stomen voor de schorpioenen, de walvissen en de tornado's. En de tornado's. Ja. Ja. Ik heb er helemaal geen zin in. Ja, maar Sjaak, dan ga je toch naar huis? Ja, dat ga ik misschien ook. Je gaat... Je gaat helemaal nergens naartoe. Sjaak, ga lekker naar huis, joh. Ik regel het wel. Ja, wat ga je dan zeggen? Ik zeg wel dat je een notenallergie had. Kop houden! Doe dan. Doe dan. Ik ben je geboren. Maar ik kan je niks... Stop! Goed, trainingsprogramma. Ja. Ziet daar achter mij, zie je de plattegrond? Ja. Die daar? Ja. Ja. We infiltreren zo meteen rechts. Ja. Obstakel, bukken, geslaagd. Maar waarom sta je zo agressief de hele tijd? Moet je poepen of zo? Misschien een beetje. Ga maar eventjes. Ja. Oh. Kerry! Wie roep je nou? Iemand kan ons horen, hoor. Kerry? Sta stil. Niet bewegen. Wat is er? Er loopt daar een spin. Waar? Pak hem! Pak die spin! Oh, ik heb een stukje stront tussen mijn billen zitten. Wat doe je? Wat gebeurt hier? Ik wil naar huis! Oh, Henkie, kom eens terug. Oh. Hallo, Henkie. Oh. Goed, eerste training. Ah, wat cool om hierachter zo te zitten. Mag ik dan schieten? Nee. Nee, hey Sjaak. Nee, hoi. Oh, had je het niet tegen mij? Nee, ik had het tegen Sjaak, maar ga verder. Ja, maar Sjaak heeft oordoppen ingedaan. Oh, ja, dat snap ik. Zou je ook moeten doen, want het is erg hard geluid. Wat zo... Sjaak! Sorry. Oké, we gaan over tot de... Ja. Ik heb het niet verstaan. Waar moet ik op schieten? Wacht, stop! We gaan zo meteen... Stop! Achteruit! Achteruit! Daarin! Wat? Een straaljager. Ja, dan komen we zo, Henkie. Hou nou eens op met dat stomme gedoe. Oké. Ja, we gaan langs de straaljager op. Ja, oh, god, wat zijn! Gieter! Stoppie! Is dat niet een collega? Maakt niet uit, hij deed mij pijn en ik doe hem pijn. Maakt niet uit. We gaan zo met een schiet op iedereen die we zien. Dit zijn allemaal dummies die hier neer zijn gezet. Dus iedereen die je ziet bewegen, neerschieten. Ja, boven elkaar. Nee. Oké. Hard rijden. Hier, ik heb hem! Dat was dummy nummer 1. Schieten! Dummy nummer 2. Kom op, Sjaak, we kunnen het. Auw, moet je wel goed kunnen rijden. Ja, sorry. Nee, maakt niet uit. Maar even hoor. Oké, we gaan door. Sjaak. Hallo! Blijf zitten! Nee, stop! Kerry! Oh. Sjaak, wat zijn je laatste woorden? Stront, koude wand, inseminatie. Oh, het gaat weer weg. We gaan weer verder. Oh, nee, toch niet. We gaan toch weer verder. Nog steeds op alles schieten, ondanks dat we Sjaak achter moeten laten? Ja, maar dat komt wel goed. Hij wordt opgeborgen door het leger en dan autobanden worden ervan gemaakt. Er worden autobanden van hem gemaakt? Ja, gewoon... Collega's! Ja, heel goed. Dummies. Dummies! Ja, oké. Wat we nu gaan doen, is we gaan even de landingsbaan op. Want het kan wel eens zijn dat je heel snel moet. En we hebben 3 gaspedalen die tegelijk kunnen indrukken. Ja, oké. Dan moet je nog steeds kunnen schieten.
Ja. Oké, okay, ja, vogels. Vogels. Oké, okay, gaan we, ja? Ja. Hou je wangen bij elkaar, okay, daar gaan we. Ja. Ah, gaan we snel. Hou voorzichtig. Oh. 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 Niet weer. Au. Ah. Zo, wat is dit? De volgende. Oh. Dit is een op afstand bestuurbare auto. Ja? Ja. Ja. Dus die ga ik zo meteen besturen. Oké, okay, jij ziet er wel een beetje speels uit. Ja, nou daarom. Een op afstand bestuurbare... Nee, waarom zou jij uit moeten stappen? Weet ik niet. Je gaat zo meteen schieten, maar ik ga zigzaggen. Oh, oké. Okay. En op een gegeven moment word ik geraakt in mijn schouder. Okay. Zogenaamd dan, ja? Ja, oké. Okay. En dan zul jij het stuur over moeten nemen. Terwijl jij in je schouder geraakt wordt. Ja, okay, dus dan duidelijk. Moet jij handelen wat jij zou doen. Oké, okay, duidelijk. Ik kan het. Ja, schieten! Op dat ding, of? Op dat ding, ja. Ja, sterf! Op afstand de superautootje. Oh. Wat doe je nou? Waarom rij je rondjes? Wat doe je? Oké, okay, ik heb hem bijna. Ja. Dit gaat goed, dit gaat goed. Ja, ik heb hem! Er stapt iemand uit! Oh, er zat wel iemand in! Oh, oh nee! Hij kan wel heel goed tegen vuur. Oh, nou maar. Enkie, ja? We skippen het rijgedeelte. We gaan meteen door naar onderdeel S. Wat nou al met je schouder? Ja, nee, die is goed. Oké. Okay. Kom maar mee. Gaan we in de straal jagen? Ja. Oh, gewoon instappen. Kijk, ik kan het. Oh. Kijk, Kerry. Ja, heel lukt. Goed. Hier, het lukt. Maar goed. Ja. Niet. Oh, hey. Hij ging niet open. Oh, oké. Okay. Zie Kerry. Hang on. Ja, die, als je dan eerst de veiligheidsregels leest. Ja, ik zie hier een... Is het een rode knop? Ja. Oké, okay, en dan? Oh! Kerry! Oh, Kerry, stop! Oh, het gaat met je. Ik kan nu even hebben een real-life verbinding. Ja, wat moet ik doen? Wat moet ik even? Opstijgen. Oh, voorzichtig, ja. Gewoon opstijgen. Ja, maar dan zal je zelf zien wat er gebeurt. Hoe moet ik opstijgen? Ja, je kon ook zelf instappen, dus dit weet je vast. Oh, zo. Ja, oké, okay, daar gaan we. Hoe gaat hij omhoog? Hoe gaat hij omhoog? En dan naar achter. Naar achter? Oh! Ja, naar achter. Oh. Ik kan alles zien. Zo. Oh, wat je mooi. Je zult zien dat je achterna wordt gezeten. Achterna door wie? Een andere dummy. Dummy. Oh, daar is hij inderdaad. Wat moet ik doen? Die zul je neer moeten schieten. Neer moeten schieten? Ja. Oh, maar wat gaat hij proberen dan? Mij neerschieten? Ja. Dat meen je? Ja. Dat gaan we niet laten gebeuren natuurlijk. Nee. Dat gaan we niet laten gebeuren. Hier is hij. Ja! Ja! Ik heb hem! En nu? Oh, oh. Oh, dat ging sneller dan ik dacht. Ik ben goed, hè? Dan mag je weer landen en gaan naar gate 1, 2... Alpha. Gate 1, 2, Alpha. Ja. Ik kom eraan. Gate 1, 2, Alpha. Kijk eens, daar gaan we heen. Eerst even landen netjes. Hoppakee. Zo. Zo doen we dat. En waar is gate 1, 2, Alpha? Ik zie A2, A1. Ik denk dat hij dan A1 bedoelt. Of bedoelt hij... Ik weet het niet. Ik snap het niet. We gaan wel gewoon naar die gate daar. Au! Ah! Dat was een tik! Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Waar je gate hier is. Wat? Au! Oh, wacht! Ik dacht dat het de andere was! Oh, hier bedoel je! Ik sta te zwaaien, ja! Hier moet je zijn! Ja! Hier, kom erbij! Oh, wacht! Sorry! Hoe is dat gegaan? Goed! Ja? Wat kijk je naar? Dit is heet! Ja, daar moet je ook niet aan zitten! Nee, dat klopt, dat doen we ook niet! Waarom heb je nog steeds de portofoon aan? We hebben een live verbinding! Ja, maar ik sta naast je! Oh ja! Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Zo, hallo. Hey. We gaan door naar het volgende. Goed, we hebben nu een stukje praktijk gehad. Ja. Dat is altijd heel leuk natuurlijk. De praktijk is echt prachtig. Oh, gaan we nu de toren in? We gaan nu een stukje theorie doen. Oh, waar gaan we dat doen? In de toren. Oh, we gaan het echt in de toren doen. Wat mooi. Nee, we gaan... Ja. Ja. Gaan we met de lift? Ja. Kunnen we niet zeg maar bij het leger horen beter de trap nemen? Nee hoor. Oh nee, oké, dan gaan we. Kom. Oeh, moet ik op het knopje klikken? Ja, doe maar. Oké. Okay. Ik vind het op zich wel gezellig zo met die liftmuziek, Katie. Ja, ik ook wel. Maar hoeveel verdieping is dit? Nou, er staat daar op de knoppie. Ja? 2. 2? Ja, omhoog en omlaag. Maar... Oh, het is gewoon één hele hoge verdieping of zo. Ja, nee, het duurt best lang. Oh. Kijk, die lift die wordt jaarlijks gekeurd. Ja? Door monteurs zoals jij was. Nou, ja. Die kwamen nooit. Nou, dus ja. Ik kwam altijd, maar ik ben ontslagen toen. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet meer. Oh. In de lift heb je altijd van die beste gesprekken. Ja, de lift daar maak je echt banden met elkaar. Ik hou van je, ja, Kenny. Ja, precies. Ja. Ja. Kenny? Ja? Hou je ook van mij? Wat? Hou jij ook van mij, Kenny? Volgens mij zijn we er. Oh, zijn we er serieus? De liftmuziek doet het nog, hoor. Ja, nou, dat duurt het lang, zeg.
Ah, we zijn er. Ah, nou, we zijn er echt. Oh, dat meen je. Ah, wat cool hier. Hier mocht ik nooit komen. Nergens aan zitten. Nee, dat komt goed. Hier mocht ik sowieso nooit komen. Wat? Even kijken, hoor. Hallo? Wat mooi dit, hè. Wauw. Wat prachtig. Hallo? Goeiedag, meneer. Clark. Clark? Ja, hey, Clark. Waarom deed je dat? Hey, deze werkt niet goed. Ja, hij was letterlijk mee. Niet doen. Hij is onschuldig. Hij kijkt voor vijanden. Hij kijkt wel heel blij, vind je niet? Ja, hij is blij met zijn werk. Nou, Pieter, jij mag blijven. Wat gaan we doen hierboven? Wat is de theorieles? Stukje theorie. We werken hier natuurlijk met verschillende apparaten, verschillende systemen. Ja? Je wilt niet weten. Ik wil het eigenlijk niet weten, nee. Daar, dat ronddraaiende ding. Ik wil het niet weten. Dat noemen we maar ook wel. Ik wil het niet weten. Je moet het weten. Ja, maar ik wil het niet weten. Ja, pech. Oké. Dat ding, dat noemen wij de ronddraaiende flippokast. De ronddraaiende, oké, duidelijk, logisch. Ja, ze noemen me ook wel de spider trouwens. Daarom heb ik ook het plaatje van een spin op mijn mouw. Maar dat even te zaken. Ze noemen jou de spider. Ja, wil je weten hoe dit allemaal werkt? Ja. Kom mee. Oké, maar ik weet nog niet eens wat... Ik weet letterlijk alleen wat het ronddraaiende ding is. Dat leg ik zo uit. Oké, dan leg je zo uit. Wow, wat mooi. Dit zijn alle servers. Ja. Jullie zijn computers. Ja. Een klok. Een airco's. Achter jou is ook de elektriciteitskast. Ja. Mocht het ooit nodig zijn, moet je daar naartoe. Camera, zijn we daar. Kom maar aan. Dat is goed. Ik snap er helemaal niks van. We hebben paniek. Paniek. Er is een identiteitscrisis. Identiteitscrisis? Wat is er aan de hand? Kom mee. Nee. Ja. Wat is er? Sinds wanneer ben jij kaal eigenlijk? Wat? Weet jij dat eigenlijk? Wat? Jij bent bij de kapper geweest. Wie is dat? Wat is dit? Hey! Hoi! Wat? Ik snap het niet! Wie ben jij? Huh? Ik ben gewoon Enki. Hoe kom jij in haar? Wat? Waarom ben je kaal? Ja, ik ben altijd ook kaal. Ik snap het niet! Kerry! Ik zie dubbel! Ik zie ook dubbel! Wow! Maar hij ziet er wel beter uit, moet ik wel zeggen. Hij lijkt sprekend op mij. Ben ik daarom ontslagen, Kerry? Was dat niet een... Oh jee. Wat doe jij trouwens hier, Gerard? Ja, ik wilde net vragen, oude gek, wat doe jij hier? Ja, wie is hij? Ik? Ja. Ik ben Henkie. Dit is mijn nieuwe recruit. Ja, maar... Henkie Jotam de derde. Ja. Maar wie is dat dan? Henkie. Wie is dat dan? Dat is Henkie, hij ging naar de kapper. Hij ging niet naar de kapper. Jawel. Hij is kaal, hij heeft helemaal geen kapper nodig. Ja, dan ga je toch naar de kapper? Nee, Kerry, ik word een beetje duizelig, denk ik. Ja, we gaan weer naar boven. Theorie, Henkie. Ja. Weet jij hoe wij communiceren? Met de mond. Ja. En weet je ook op wat voor manier? Met stembanden. Ja. Ben je geslaagd? Nee. Nou. We gaan het over het NATO-alfabet hebben. Oh, nee. Je hebt het als goed als huiswerk gehad. Huiswerk? Dus ik ga je over horen. Huiswerk? Ik ben hier echt pas een paar minuten. De A staat voor. Arie. De B staat voor. Perry. Nee. De C staat voor. Corrie. De D voor. Dimitri. Dit gaat helemaal fout. E. Annie. F. Freddy, oftewel Frankie. Oh, dit gaat echt fout. G. Geri. Oh. H. Harry. I. Iggy. J. Jody. Oh. Hoi, is hier brand? Nee. Hoezo? Nee. Oh, sorry. Wat is dit? Hoezo is... Hoe wist jij dat er beneden brand was? En waarom zitten wij hier dan nog zo veilig? Ja, weet ik niet. J. Oh nee, K. Ketchup. Die weet ik niet meer. Kip. Kip. Kerry. K staat voor Kerry. Oh, gezakt, maar we gaan door. Oh, is goed. Nee! Nou heb ik je. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dit gaat de beste test worden tot nu toe, toch? De beste proef. Oh, daar heb ik hier de zin in. Ik ook. Ja? We konden niemand anders vinden, maar dit wordt een duo-sprong. Een duo-sprong? Oké. Okay. Met wie? Met je bij tweeën? Nee, ik ga niet springen. Ik ga jullie communicatie doen. Maar Sjaak is dood. Ja, klopt. Oh nee. Oh. Ik kon hem niemand anders vinden. Oh, Gerard mee. Yes. Alleen deze arme ziel wilde mee. Oh, yeah. Gerard, we gaan parachute springen. Niet. Jawel, maar waarom moet ik met Gerard? Hij heeft zoveel losse flappen aan zijn lichaam hangen dat hij niet eens een parachute nodig heeft. Wij hebben een theedoek uit mijn rugzak. Een theedoek, oké. Okay. Ja? Ja, daar gaan jullie mee springen. Hier gaan we mee springen met de theedoek. Ja. Oh, nog wat instructies. Ja? Als ik zo meteen instap. Ja? Bukken. Gerard, bukken! Nee. Gerard, bukken! Nee. Bukken!
Gerard! Oh, goed zo. En nu mogen we... Wat? Mogen we... Hoor je er niet? We mogen, denk ik wel. Ze volle snelheid. Duimpie! Duimpie, oké. Okay. Kom maar, Gerard, stap maar in. Als het goed is, heb ik communicatie met jullie. Ja, ik hoor je. Ik nam je tegen. Ja. Breaky, breaky. Stel heel even wat in. Gaat het goed? Lukt het? Ik heb mijn boodschappen gedaan. Ach. Goed. Oh, maar waar gaan we heen springen dan? Ga ik jullie zo meteen uitleggen. En wat is het code? En wat is het codewoord om te springen? Codewoord is bananenschil in het groen. Bananenschil in het groen. Hoor je dat, Gerard? Wat? Bananenschil in het groen. Ja, hallo. Dat is het codewoord. Ik zie je wel praat, maar ik hoor helemaal niks. Wat? Bananenschil in het groen, Oh, een vogel! Bananenschil in het groen is het codewoord. Ja, ik hoor je. Wat jeetje? Bananenschil in het groen is het codewoord. Begrepen? Dan moet je springen. Meneer? Bananenschil in het groen, oké? Okay? Ja, denk ik. Oké, okay. Ik ga jullie wat meer uitleg geven. Nou, doe dan. Dat was het. Dat was de uitleg. Ja, maar... Je zei dat je meer uitleg ging geven. Goed, dat was de uitleg. Jullie moeten het zo net ook echt zelf gaan doen. Oh, maar... Ik heb nog nooit geparachuteerd. Oh, Gerard, je hoort het. We moeten landen op de Mazebank. Nee, dat is niet waar. Nee, jawel, we moeten landen... Dat heeft hij niet gezegd, maar dat vind ik wel leuk. Ik zie niks. Ja, hoezo? Je ziet niks. Ja, ik zie alleen maar wolk. Ja, dat is niet erg. Goed, we zitten op onze max. Als jullie zo meteen naar beneden springen... Ja? Dan zien jullie aan de strandkust een klein zeshoekig gebouwtje. Ik zie niks. Nee, dat komt omdat jullie onder de wolken heen moeten. Ja, maar jij bent er ook. Oké, ja, ga verder. Daar moeten jullie heen springen. En daar, alleen daar, staat iemand jullie op te wachten. Alleen daar? Ja. Oké. Mogen we? Ja, jullie mogen. Wat, maar het codewoord dan niet gehoord. Oh ja, wat was dat nou? Bananenschil in het groen. Oh, ja. Gerard! Gerard, schat! Gerard! Oh mijn god, daar gaat hij! Ik zie een stipje! Gerard, wacht erin! Oh, turbulentie! Gerard, doe je benen aan je been. Denk eens van, ja, goed zo. Kom, ga maar. Gerard. Gerard, ja. Waar ben je? Jullie doen het goed, ik zie jullie. Ja? Oké, Gerard, een zeshoekig, ik heb hem gevonden. Zie je hem daar? Hey. Daar ja, die kant op. 20 meter boven de grond moet je hem aandoen. Begrepen? Oh, Gerard, pas op, ik zie je. Ja, hoeveel Gerard, hoeveel nu? Is 20 meter, mee? Gerard! 20 nee. Meter, Gerard! Oh, Gerard! Nee! Dit gebeurt ook op missies als je, als je weg wordt gestuurd op missies, dan gebeurt dit. Dus gebeurt dit ook en dan moet je ook auto's stelen. Oké, ik ga een auto stelen. Ah, dit gaat goed komen, kijk eens. Ik ga naar het zeshoekige gebouw. Oké, kijk eens, ik denk dat hij dit gebouw bedoelde. Wow, word ik hierdoor opgehaald? Wow, wat cool. Wat is dit? Wat een prachtig voertuig, hé. Hij is beschermd. Oeh, dat is heet. Wow, dat is heet. Hé, joh, wat is dit? Wow. Kerry, ik ben het. Kerry. Oh, wat is dit voor voertuig, hé? Wat is dit voor voertuig? Dit is ons nieuwe voertuig. We noemen hem ook wel de Baf Boef Bam. De Mishnan. De Baf Boef Bam Rishnan. Mishnan, die ken ik uit duizenden. Hij mag rijden. Mag ik rijden? Ja. Echt? Gerard zijn we wel onderweg verloren, hè? Oh ja, die pikken we nog wel op. Nee, maar die is gevallen. Hij is dood. Oh. Wow, wat cool dit, hè? Met een knopje aan de rechterkant, dan... Wow. Ja, dan kan ik gewoon dingen afbranden en zo. Wat cool. Wat prachtige voeten. Wat cool dit. Hoe komen jullie eraan? Moesten we deze ophalen of zo? Was dat ook deel ervan? Wat nou als deze twee vrouwen gevaarlijk zijn? Dan doe je gewoon zo. Hoppakee. Geneutraliseerd. We gaan terug naar de legerbasis. Terug naar de legerbasis? Ja. Oké, prima. En dan? Wat gaan we dan doen? Dan moeten we... Oh, wacht even. Wat is er? Dan loopt hier iemand. Oh, hij heeft een vuurwapen. Wat moet ik doen? Wacht. Je beste wapen is je mond. Moment. Mijn mond. Oké, prima. Handel het af. Kijk hoe ik dit doe. Handel het af. Hij schiet mensen. Kijk niet hoe ik dit doe. Wat gebeurt er? Wat moeten we wacht doen? Wacht maar even. Handel jij even met je mond af. Het codewoord is... wat is het codewoord? Weet ik niet. Oh. Horizon. Horizon, oké. En dan? Rij je zo hard als je kan op hem af. Oké. Oké, kijk eens. Ze zijn aan het praten daar. Ze zijn aan het praten en horizon is het codewoord. Ja, nee, weet je wat het is? Oké. Goed luisteren, Enkie. Goed luisteren, Enkie. Ik weet je... Ja? Ja, nee, hoe je de beste foto's kan maken. Ja, nee, gewoon de beste foto moet je gewoon maken als je de horizon in ieder geval op één lijn hebt. Horizon! En dan horizon! Dus... Oh, wat heb ik gedaan, kijkers. Oh, hij staat op! Liggen! Oh, hier! Dit voor je! Hier! Lekker op de horizon! Lekker op de horizon, jij crimineel. Oh, wacht, Kerry lag er ook. Kerry! Kerry, ik heb die man helemaal tot as gemaakt. Oh, gelukkig heb jij... Kerry, sorry. Kerry, ik heb de crimineel helemaal tot as verpulverd. Hij is weg, hij zal nooit meer terugkomen. Oh, maar het spijt me. Enkie. Ja. Trek aan. Ja. Mijn vinger. Hoezo kan je... Wacht even hoor. Zo, wat dan?
Nee! Kerry! Gestorven in zijn eigen scheid. Wat spijtig, kijkers. Hij is weg! Kijkers, hij is verdwenen. Nou, kijkers, ik heb je wel een goed voertuig aan overgehouden. Helaas heeft Kerry het niet overleefd, maar... Ik weet niet wat het is, maar elke keer sinds ik Ari tegen ben gekomen... Helaas, rust Ari in vrede. Ik bedoel, rust Ari... Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Ari is dood. Elke keer sinds dat ik Ari ben tegengekomen... Oh, kom ik alleen maar van die stomme mensen met dezelfde stem tegen. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik denk dat dit toch gelukkig het einde was. Oh, de enige gelukkig hebben Harry en Joe, die hebben het overleefd. Tot nu toe zijn ze allemaal dood en ik snap er niks van. Hey, de ambulance. Wat is... Oh, oh god. Nee, dat ga je menen toch? Nee, dat meen je. Goeiedag. Oh, nee. Ik moet me met de deur in huis vallen. Ik heb slecht nieuws. Wat dan? Dat willen we u graag binnen vertellen. Dat gaat over uw naaste. Over mijn naaste? Dat is echt heel treurig nieuws. Oh, nee. Oh, kom maar binnen. Kom maar binnen. Ja. Oh, kijk eens. Nee.